Goedendag. een update via de video over uh, belangrijke ontwikkelingen in de Parkinson op maatstudie en op het gebied van de ziekte van Parkinson. Dat hadden we veel liever persoonlijk gedaan uh, in de bijeenkomst in Concertgebouw De Vereniging op uh, vrijdag 13 maart. Maar dat is allemaal helaas door de coronacrisis niet mogelijk. Ik denk dat het heel verstandig is dat we dat evenement hebben afgeblazen. Gezien alle ontwikkelingen die daar gaande zijn. De kans dat we elkaar daar gaan besmetten is natuurlijk heel realistisch. En juist mensen met Parkinson denken we zitten toch in een iets grotere risicogroep. Hoewel er niet heel specifiek aanleiding is om je als persoon met Parkinson extra, extra zorgen te maken. Maar wij wilden daar gewoon heel zorgvuldig in zijn. En met de laatste ontwikkelingen was er gewoon geen andere keus. Dus daarom op deze manier uh, even virtueel. Er is gelukkig een nieuwe datum in september geprikt, dus blokkeer die alvast in uw agenda. En hopelijk is de hele crisis dan voorbij en kunnen we elkaar dan weer persoonlijk zien en ook letterlijk een hand geven. Met de Parkinson op maatstudie zelf gaat het voortreffelijk. Ik kan dat gewoon niet anders zeggen. Er zitten al 480 mensen in de studie. Ons doel was en is 650, dus er zijn er 170 te gaan. We liggen qua. Schema keurig op pad. Dus dat gaat hartstikke goed. Al 240 mensen hebben er al een jaar op zitten. En al 33 mensen hebben er al twee jaar op zitten. En daarmee hebben we inmiddels data verzameld die wereldwijd echt uniek beginnen te worden. En het is uniek. En ik ga dat toch nog een keertje voor jullie benadrukken. Om een aantal redenen. De hoeveelheid gegevens die we per persoon verzamelen. In zijn veelomvattendheid is gewoon wereldwijd uniek. Het bloed, de ontlasting, het hersenvocht, de hersenscans, alle klinische testjes en dan ook nog eens een keertje dat draagbare horloge. Juist die combinatie daarvan, dat doet niemand en ons lukt het. En met ons bedoel ik ook echt u en wij als onderzoekers. Tweede reden is dat tot nu toe 1% uitvalt. En dan moet u zich even voorstellen: in vergelijkbare studies in het buitenland valt per jaar. 10 tot 15 procent uit. We zitten nu in het derde jaar van de studie, 1 procent. En wat zegt dat? Dat zegt heel veel over uw betrokkenheid, inzet, deelname. En het feit, denk ik, dat alle deelnemers aan de Parkinson-op-Maat-studie zich ook mede eigenaar voelen van de studie. Dit doen wij niet als onderzoekers, dit doen we met z'n allen. Samen proberen we Parkinson te lijf te gaan. En met deze dataset, dat kan ik u echt garanderen, is iets ontstaan wat wereldwijd zijn weerga niet kent. Nog een bijzonder element is dat we niet zomaar iedere persoon met Parkinson die zich aanmeldt uh, in de studie hebben gestopt, maar dat we van tevoren mandjes hebben gedefinieerd. We willen daar mannen hebben en vrouwen. Het is altijd makkelijker om de een of andere reden om mannen te vinden voor research dan, dan vrouwen, maar je wil dat de bevindingen ook betekenisvol zijn voor dames. Dus we zoeken hard naar dames en als we op een gegeven moment genoeg mannen hebben, en dat hebben enkele mensen inmiddels al gemerkt, zeggen we sorry. We hebben al genoeg mannen, we gaan nu actief op zoek naar vrouwen. Bepaalde leeftijdsgroepen lopen harder dan bijvoorbeeld de hele jonge mensen. Uh, dus daar zijn we ook heel streng in dat we juist ook wat jongere mensen includeren. En dat gaat tot nu toe ook hartstikke goed. We zoeken nog steeds 170 mensen. Het leuke vind ik ook dat ik heel vaak hoor dat mensen die in de studie zitten... en die iemand anders met Parkinson kennen zeggen... hé, hey, ga naar www.parkinsonopmaat.nl om... Je aan te melden voor de studie. Nou, als u ook nog mensen in uw omgeving kent, we zoeken dus nog 170 patiënten, um, dan zijn dat uh, zeer welkome aanmeldingen. Bijzonder ook nog om te vermelden is dat we, ik denk een maand of twee geleden, de aankondiging hebben gehad dat er nog een tweetal verlengingen komen van de studie. Het eerste is dat we aan alle mensen die het tweede jaar erop hebben zitten, ook gaan vragen, toch nog een derde jaar alleen het horloge te dragen. Um, en in dat jaar ook testjes te gaan doen op het horloge. Wat we tot nu toe gedaan hebben, is tegen mensen gezegd: we dragen dat horloge terwijl er letterlijk een camera naar u kijkt en we alle testjes doen. Dus we weten precies wat u doet op het moment dat u dat horloge draagt. Dat is de grootste mate van detail. Daarbij leer je heel veel wat dat horloge je vertelt over de bewegingen die je ziet. En omgekeerd dragen mensen dat horloge 365 dagen per jaar, 22 uur per dag, 7 dagen per week. Hè? Dat doen mensen overigens heel trouw. Hè? Gemiddeld dragen jullie dat horloge 22 uur per dag. Er is niemand in de wereld die ook maar een beetje in de buurt komt van die data. Um, en daar is het grote voordeel. Lange, volle up. Heel veel uren, maar je weet niet precies wat mensen doen. Dat kun je natuurlijk gaan afleiden omdat je die gedetailleerde metingen in Nijmegen hebt. En het aardige is van die nieuwe verbetering van de studie is dat die wekelijkse testjes eigenlijk precies tussen die twee metingen in zitten, omdat je tijdens dat wekelijke testje exact weet wat iemand doet: handen uitstrekken, bewegingen maken, opstaan, maar wel thuis en niet in het ziekenhuis, omdat we denken dat het beoordelen van parkinson in het ziekenhuis gewoon een intrinsieke weeffout is. Mensen doen het in het ziekenhuis paradoxaal altijd veel te goed. En wat je wil weten is hoe het thuis in je eigen omgeving gaat. Nou die drie bronnen van data, gedetailleerde metingen in het Radboud, ongecontroleerde metingen, maar langdurig thuis, plus de gecontroleerde testjes per week, die drie samen, dat gaat eigenlijk de nieuwe thermometer voor de parkinson worden. De tweede Vernieuwing van de studie is dat we bovenop de 650 mensen die we nu al meten, er nog eens zo'n 140 extra kunnen gaan meten. Dus de aantallen gaan nog groter worden. Maar dat zijn mensen die nog zo vroeg in het beloop van de ziekte zijn dat ze nog totaal geen pillen gebruiken. Dat heet in onze vaktermen de novo patiënten. Dus nog onbehandelde mensen met Parkinson. En ook daar gaan we. Met name dat horlogetesten, dus klinische testjes en het horloge. Dus die mensen krijgen niet de ruggenprikken, niet de beeldvormende scans. Het enige doel daar is die digitale thermometer, de, het nieuwe meetinstrument voor Parkinson, te optimaliseren. Juist ook voor dat hele vroege stadium van Parkinson. Waarom is dat belangrijk? Omdat er inmiddels, ik zeg dat even uit mijn hoofd, 6, 7, 8 nieuwe geneesmiddelen zijn. waarvan we denken dat dat op papier misschien. Parkinson kan gaan afremmen en wie weet, wie weet, als het super effectief is, op termijn ooit gaan stopzetten. Dat is aangetoond deels in het lab, in een glazen schaaltje. Dat is het deels al aangetoond bij muizen en bij ratten. Dat is voor een klein deel al op veiligheid getoetst bij mensen. En de allereerste studies op effectiviteit gaan nu lopen bij mensen met Parkinson. Dat klinkt heel veelbelovend, maar. Wij We weten onder andere van de Alzheimerwereld, waar al dat soort medicijnen ook getoetst is en u misschien in de krant af en toe wat leest, dat het ene middel na het andere middel daar gefaald heeft. En dat is natuurlijk teleurstellend, en wij hopen onze lessen te leren uit die mislukkingen van de Alzheimerwereld. Want wat ging daar mis? Mensen werden denk ik in die studies te laat behandeld. Twee, de hypotheses waarop het gebaseerd was waren misschien wat minder robuust. ...dan de hypotheses die we bij Parkinson hebben. Veel van die nieuwe behandelingen grijpen in op die stapeling van eiwitten in de hersenen. Daar heb ik wel eens eerder over verteld in de Parkinson op maat video's. Dat heet alfacinucline. Dat alfacinucline is giftig voor zenuwcellen als die dat verkeerd stapelt. En daar proberen we nu allerlei behandelingen op te richten... ...om die stapeling van die eiwitten te blokkeren. Dat is bij Alzheimer ook geprobeerd. Daar heet dat eiwit amyloïd... Maar die behandelingen hebben allemaal gefaald. En we denken dat dat misschien komt omdat de rol van amyloïde bij Alzheimer minder duidelijk is dan de rol van alfa-synucleïne bij Parkinson. Dus ik ben daar wel hoopvol over. Maar de tweede maar is dat dan de uitkomstmaten in die studies heel sensitief en robuust moeten zijn. Nu doen we dat op die testjes die jullie allemaal heel goed kennen van de dokter, maar ook van de Parkinson op maatstudie. Met je vingers tappen, draaien. En dan zit iemand naar je te loeren die zegt dat is een score 3 of het is een score 2. Dus dat gaat met hele grove stappen van 0 tot 4, op basis van puur het blote oog. En u voelt al op uw klompen aan, dat is heel erg onbetrouwbaar. En het blijkt ook uit allerlei onderzoek dat iemand die dit als een 2 scoort, het de volgende dag als een 3 scoort. Of dat iemand dit als een 2 scoort en zijn buurman zegt het is een 4. En daar hangt natuurlijk heel veel vanaf. Dus, we hebben voor het meten van die uitkomsten in die veelbelovende studies voor Parkinson een nieuwe betrouwbare thermometer nodig. Als u een thermometer gebruikt en je hebt 33, nou dat is een slecht voorbeeld, 38 graden koorts, dan weet je dat dat ook waarschijnlijk precies 38 graden is. We moeten precies zo'n betrouwbare thermometer voor Parkinson ontwikkelen en we denken dat dat het horloge is. Vandaar dat we nu ook dat horloge. Extra gaan toetsen bij een groep mensen die nog helemaal geen pillen hebben, omdat de nieuwe Parkinson-medicijnen als eerste getoetst zullen worden, juist bij mensen die verder nog geen Parkinson-pillen hebben. Betekent overigens niet dat als u nu pillen hebt, dat die medicijnen straks niet voor u effectief zullen zijn. Als proof of concept, als bewijs, wordt dat als eerste getoetst in die vroege populatie. Als het daar werkt, krijgen alle mensen met Parkinson die behandeling. Maar dat moet wel bewezen worden. En wij gaan met de Parkinson-op-Maat-studie. door de combinatie van de 650 mensen die al grotendeels medicijnen hebben. plus die 140 de novo-patiënten. echt het antwoord vinden om de digitale thermometer voor Parkinson te ontwikkelen. En dat zijn superbelangrijke ontwikkelingen. Verder zijn er heel veel plannen. Ik word nu echt, nou, ik wil niet zeggen dagelijks. maar toch wel bijna wekelijks gebombardeerd met vragen. Van internationale of nationale collega's die zeggen: Kan ik nou toegang krijgen tot die dataset? En het antwoord is natuurlijk ja. We hebben heel bewust gezegd: We gaan bij Parkinson op Maat beginnen met het verzamelen van de data. Want je kan op 10, 20 mensen nog niet veel zeggen. Dit is wel echt de wet van de grote aantallen. En dat is grote aantallen in termen van aantallen deelnemers, maar ook grote aantallen in termen van duur van de follow-up. En omdat we dus nu aan die 480 mensen zitten, omdat er al 240 mensen al een jaar hebben opzitten, hebben we nu zo'n beetje een volume bereikt waarvan je kan zeggen, ja, daar kun je nu echt betekenisvol onderzoek naar gaan doen. Onderzoeken die echt al in de pijplijn staan, is analyses van de hersenscans, analyses van het horloge om die digitale thermometer te ontwikkelen. En er zijn plannen om met name naar de combinatie van ontlasting en bloed te, te kijken. Om te zien of we daarmee de effectiviteit van de huidige geneesmiddelen beter kunnen gaan begrijpen. Maar dat zijn maar kleine voorbeeldjes van de werkelijk tientallen vragen die binnendruppelen, binnenstromen, om met die dataset aan de slag te gaan en nieuwe antwoorden op Parkinson te gaan ontwikkelen. Juist die enorme kwaliteit van die dataset, met die, dat, dat extreem lage uitvalspercentage, dat extreem goede aantal uren per dag dat jullie het horloge dragen. Dat maakt die set wereldwijd uniek en dat maakt dus de kans op het vinden van oplossingen zoveel groter. Nou, een heel betoog vol gloed en passie. Dat proeft u, denk ik, wel een beetje. Ik ben ook echt heel erg trots op de studie. Ik ben ook eerlijk gezegd heel erg trots op het Parkinson op Maat team. Die assessoren, die jullie allemaal goed kennen natuurlijk, die mensen die echt mijn ziel en zaligheid inzetten om die metingen betrouwbaar te laten verlopen. Maar ik ben. Ook heel erg trots op jullie allemaal, want jullie zijn eigenlijk ook onderdeel van het team. We doen het heel erg samen. Ik hoop dat we de komende jaren verder kunnen gaan met Parkinson op maat. De route naar de 650 volmaken, de route naar de drie jaar volle up volmaken. Ik ben ondertussen alweer druk bezig met het verwerven van extra geld om te zien of we ook na die drie jaar nog langer door kunnen gaan. Kortom, het is een route die we samen zijn ingegaan. We hebben niet een stapje, maar een paar hele grote stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. En ik hoop die route niet alleen te bewandelen, maar samen met u. Hartstikke bedankt voor uw deelname. En eh, hopelijk snel weer tot ziens bij een bezoek aan Nijmegen of bij het volgende event in september. Tot ziens.